Hey, mijn naam is Jeff the Killer. Like nu deze video, anders lig ik onder je bed vannacht. Vandaag gaan we Jeff the Killer natekenen, maar voordat wij dat gaan doen, heb ik eerst een gesprek met oma gehad. En zij zei, dag jongen, hoe gaat het met je? Ik zei, hey oma, met mij gaat het goed. Hoe gaat het met u? Weet je uw moestuintje onderhouden? En toen zei oma tegen mij, ja, met mij gaat het goed. Alleen heb het idee dat iemand mijn tuin omver heeft geschopt. Echt die vreselijke jeugd van tegenwoordig. Even serieus mensen, oma vindt het echt niet chill. Die is echt kapot boos hierom. En ik snap het enigszins wel, want dat is ook echt niet fijn om te horen. Dus ik zei tegen oma, wat stom om te horen. Weet u ook wie het zijn? En oma weet inderdaad wie het zijn mensen. Maar voordat we daar een antwoord op geven, like even deze video 3 seconden tijd. Anders komt Jeff the Killer naar jouw huis toe. We gaan er vandaag natekenen, maar oma heeft er ook iets mee te maken blijkbaar. Abonneer op dit kanaal met een notificatiebelletje aan. En zorg ervoor dat je de Danny familie even joint. En hier staat de abonnee van de dag in beeld. Jawel mensen, gefeliciteerd aan de abonnee van de dag. Wil jij namelijk een abonnee van de dag worden? Dat kan. Spam allemaal in de comments Jeff the Killer. En wie weet wat jij de abonnee van de dag. En ook hier zijn de laatste 10 abonnees die wat langere abonnees op mijn kanaal. Wil jij daartussen staan? Dat kan. Abonneer op mijn kanaal. Zet een notificatiebelletje aan. En zorg ook even voor dat je deze video zeker geliked hebt. Want we moeten even die 2000 likes halen. Want anders kom je hier niet te staan. En als je er wel wat staan, you know what to do. Terug met het gesprek. Het antwoord van oma en opa is, ze komen hier in ieder geval niet vandaan. Een groepje jongens met bontkraagjes, scooters, straattaal. Ik word het zat. Oh my god, ik begrijp precies wat oma bedoelt. Kijk, ik heb er zelf nog nooit last van gehad op dit moment. Maar ja, het is sinds kort, er zijn bepaalde mensen hier komen wonen. Een hele hoop mensen zelfs. En die veroorzaken best wel veel overlast in dit gebied. Dus dat is heel vervelend, tenminste in oma's gebied dan. En ik zei ze tegen oma, ik weet alweer hoe laat het is. Weet je zeker dat ze het waren? Het is wel belangrijk dat ze het even zeker weten. Ja, misschien is ze het niet gezien, maar ik hoop maar voor haar dat ze het wel zeker weten. Dat de daders op beeld zijn gelegd. En toen zei oma tegen mij, niet zeker, maar ik heb wel een vermoeden. Ze verzieken de laatste weken de hele buurt. Overlast, niet kunnen slapen. Dat de gemeente zulk tuigje toelaat. Oma is de gemeente zat en dat is wel duidelijk om te horen. Ze vindt het niet chill dat hun schaars hier allemaal komt wonen bij oma in de buurt. En ja, echt heel stom om te horen. Dus ik zei ook al tegen oma, snap ik. Ja, hopelijk betrap je ze. Echt stom om te horen gewoon. En toen zei oma, ik ga heel even de was ophangen. Ik spreek je zo. Oké, mensen, oma gaat even de was ophangen en ja, we gaan zo meteen weer terug. Oké, mensen, het is ongeveer 10 minuten later en oma is best wel in shock. En die zei zo tegen mij, Delano, help! Er staat een vreemde man in mijn tuin. En ik dacht zoiets van, een vreemde man in de tuin? Dus ik vroeg zo aan haar, wie dan? Toch niet dat tuig, hè? Waarop oma zei, nee, hun waren het helemaal niet. Ik dacht het omdat ze 2 huizen verderop bij Karel het hondenhok in brand hadden gestoken. Wat vastgelegd was op camera. Wow, oké, dat dit soort dingen serieus voorkomen, dat vind ik nogal best heftig. En dat het vastgelegd is op camera, ja, dat is natuurlijk al een bewijs. En ik kan heel goed begrijpen dat oma dacht dat het ook hun dit keer waren. Maar nee, het was dit keer toch wel iemand anders. Maar ik vroeg aan haar oma van, wat vervelend zeg. Hoe zag hij eruit? Toen zei oma tegen mij, want zij beschrijft het namelijk. Lang haar, bloed op zijn gezicht en shirt. Geen wenkbrauwen, rare ogen en heeft een mes. Hij stond er net tegenover mij. Oh my god, volgens mij weet ik al hoe laat het is. Want ja, oh nee. Het is inderdaad niet dat tuig waar ze het over had. Maar ja, we hebben het al vaker over gehad. En ik zei zo, oh nee hè, ik ga wat tegen doen. Ik weet wat. Het zal niemand meer zijn dan Jeff the Killer. En ik heb een idee mensen. Laten we Jeff the Killer gaan tekenen. En ik ga even naar beneden toe. En hopelijk kunnen wij het resultaat bij Jeff the Killer eruit halen. Oké, mensen, zometeen tijd om Jeff the Killer eens na te tekenen. Ik ben heel erg benieuwd wat het resultaat mag zijn. Maar mensen, ik heb hier dus papier gepakt, zoals jullie kunnen zien. Voilà, en ja, ik film nu even vanuit mijn telefoon. Want ja, mijn camera is niet echt handig om mee te filmen. Omdat ik wel vast kan leggen hoe ik ga tekenen. Dus laten we het ook sowieso even gaan doen. En ja, wat denken jullie wat eruit komt? Kijk, het is de bedoeling dat ik hier Jeff the Killer op teken. Vervolgens moet hij gewoon heel mooi getekend zijn dat ik hem daar op de muur hang. En vervolgens moet ik dan even een paar uur wachten. En wie weet ontsnapt hij wel van de muur. Of Jeff the Killer heeft misschien de techniek. En daar moeten we achter zien te komen. Mensen, we gaan Jeff the Killer natekenen. Oké, mensen, ik heb hier even een stift gepakt. En laten we Jeff the Killer even gaan tekenen. Ik weet dat Jeff the Killer namelijk best wel van dat lange haar heeft. Dat heeft hij sowieso. En ja, natuurlijk heeft hij ook gewoon een gezicht hierin. Jawel. Natuurlijk dat haar, dat overlapt natuurlijk wel een beetje. Alleen Jeff the Killer heeft van die hele enge ogen. Dus dat is ook wel even duidelijk. En hier een osso. En best wel een enge lach. Van die echt doorloopt, weet je wel. Gewoon zoiets. En van tanden erbij tekenen. Voilà. En weet je wat? Laten we Jeff the Killer even wat verder aftekenen. Want ja, oké, het lijkt een beetje op een dame, maar dat maakt niet uit. Oh, en dan zo. En dan zo. Voilà. En oké, dit even weghalen, anders wordt die hele tafel vies. Oh, slecht plan. Maar in ieder geval, we gaan Jeff the Killer even verder aftekenen. En dan zie je zometeen wel het resultaat. Oké, lieve mensen, mijn tekening is dus af. En oh my god, ik ga hem nu eens even laten zien. Kijk eens wat ik hier heb getekend. Het is niemand meer dan Jeff the Killer. Oh my god. Look at this. Ik heb toch besloten om wat meer tijd en energie erin te steken. Dus weet je wat, wij gaan deze tekening even ophangen. En kijken wat gaat gebeuren. Het is tijd om de tekening dus tentoon te gaan stellen. Oh my god, hoe gaat het eruit zien? Oké, we gaan hem even ophangen. Oké, dit is 1 kant, 2 kant, 3 kant. En voilà. Kijk mensen. De tekening die hangt dus en eventjes een mooi te tentoonstellen. Dit ziet er toch even een partijtje goed uit. Hè. Even serieus. Hartstikke nice. Oké, mensen. Mijn tekening hangt dus eindelijk. En dat betekent dat we naar boven kunnen. En eens even kijken of misschien op een of andere manier in gesprek kunnen raken met Jeff the Killer. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar we gaan kijken wat er gebeurt. Mensen, ik ga naar boven toe. En ik zie je over een paar uur. Oké, guys. En na hem dus opgehangen te hebben, ben ik dus heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Kijk, het is natuurlijk niet zomaar iets wat er gebeurt. Dus ja, I don't know. Maar we komen er op één manier achter. En dat is op de... Hey, kijk eens wie me belt. Het is inderdaad gewoon Jeff the Killer. Kijk dan, en hij heeft ook gewoon inderdaad dat plaatje. Dat plaatje die we hebben getekend. Dus zijn tekening zit dus ook gewoon in mijn telefoon. Laten we opnemen. Yo, Jeff. Hey, Delano. Het is hoogste tijd om GTA 5 te starten, vriend. Doe het maar. Oh,
GTA 5 opstarten? Is dat serieus? Ja, je hoort me. Dus start me op, want ik wil dan met jou 5M gaan spelen. Oké, 5M, kom goed. Ik ga je dan meeten, dus ik zie je daar. Tot zo. Nou, in ieder geval mensen, laten we GTA 5 opstarten en laten Jeff the Killer gaan meeten in GTA 5. Nou, Jeff the Killer, omdat jij het zo graag wil, heb ik 5M aangegooid. En oké, is dat Jeff die daar staat of is het met anders? Een kind? Wat doet hij daar? Oké, dat kind is rent naar binnen toe. Huh, wat gaat hij doen? Oké, we gaan even dat kind volgen. Wat is dat kind van plan om te doen, bro? Oh my god, ik weet niet wat hij van plan is, maar laten we even gaan volgen. Oké, waar is dat kind heen? Oh my god, hij is snel. En ik loop tegen de buren aan. Dat is niet echt bepaald handig, Mr. Del. Oké, we gaan even kijken. En waar moet hij zijn? Oh my god, even serieus. Oké, is hij hier? Oh my god, wat doet hij daar? Wat? Ratata? Wat doet hij daar zo in die keuken? Ik heb geen idee wat hij aan het doen is. Maar in ieder geval, we zien het wel. Maar goed, het zal ook allemaal wel. En waar is dat kind ineens gebleven? Wat is er aan de hand? Oh my god. En wat is er met de lamp ineens aan de hand? Ineens is alle licht uitgevallen. I don't know wat die gaande is, maar dit is niet goed. Maar in ieder geval, we zien wel. Dus daar ligt de rat. En oh my god, hallo? Is er iemand? Of niet? En Jeff, ik wist dat je hier zou zijn. Zo, dus jij die tekening thuis gemaakt, hè? Ja, ik weet het. Ik heb die tekening inderdaad gemaakt. Wat ben je van plan, Jeff? Ik wil heel graag naar je huis komen, Daddy. En ik vind het geweldig om te doen. Naar mijn huis te komen. En hoe wil je dat realiseren? Nou, dan moet je maar eens heel goed opletten. Want ik heb een leuk idee om dat te doen. Naar de muur kijken beneden. Waar heb jij het in vredesnaam over? Ja, je moet gewoon naar de muur kijken. Dus ik zou er maar eens even heel snel doen, want ik ben daar. Ja, oké. Helemaal goed, Jeff. Weet je, ik zie het wel inderdaad als ik beneden ben. Maar je bent nog steeds hier. Dus ik weet niet wat jouw plan is. Maar goed. Ja, goed. Ga maar naar beneden toe en wie weet ben ik er wel, want je tekening is weg. Oké, dag Jeff. Oh my god zeg. En hij gaat er dus blijven uit. Oké, duidelijk. Oké, het is toch schokkender dan ik dacht. Want ja, zoals jullie weten had de Jeff de Killer inderdaad op de muur gehangen. En ineens plotseling een wit blaadje. Ik kan het even tentoonstellen, want wat is hier gebeurd? Het is alleen maar een wit blaadje wat hangt. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar oh my god, hoe is het gewoon mogelijk? Jeff de Killer is echt uit de tekening gesprongen. Wacht, ik hoor iets. Weet je wat ik ga doen? Ik ga naar boven toe en we gaan eens even de beveiligingsbeelden bekijken. We zijn dus nu bij de voordeur aan het kijken wat er nou precies aan de hand is. De camera's staan aan, de security camera. En bij de voordeur schijnt er niet veel te gebeuren. Oké, we switchen eventjes over naar een andere. De trap. Oké, nee, daar niet. We hebben de gang ook niet. Even kijken hoor. Ja, dat is de goede. Oké, we zitten nu in de woonkamer te kijken. En ik zie daar ook nog vrij weinig gebeuren. Wacht, ik hoor wat beneden. Ik ga eventjes terug switchen. Oh shit, moet ik wel even de goede hebben. Oh, kom op, reageer. Kom aan. Oké, wow. Oké, de security camera staat weer op dat punt. Alleen nu staat de deur open. Dat betekent dus dat hij in huis is. Oké, we filmen even de andere kant. Oh, what the fuck? Oh my god, hij is gewoon in mijn huis, guys. Nee joh. Oké, ik weet niet wat er gebeurt. Oké, de camera doet heel raar. En shit, er is geen signaal meer. Ik weet niet wat Jeff gaat doen, maar we gaan even op hem af. Laten we dat doen. Oké, guys, het is nu even tijd om ook weer over de contact te komen met Jeff de Killer. Hij is blijkbaar goed beneden. De camera valt in één keer heel raar te doen. Oké, ik ben heel benieuwd. Het moet wel zakjes zijn, want anders heeft Jeff de Killer het door. Laten we gaan kijken. Jeff de Killer. Kan ik zien hoe staat? Jeff! Oké. Oh shit, dat gaat goed. Jeff, waarom doe jij dit? Jeff, waarom breek je in? Jeff?